Goedemorgen, middag of avond. Welkom terug bij Kliniek TV. Het geluid valt eventjes weg als we van scène wisselen, maar dat hoeft gelukkig nooit weer, want ik zet hem gelijk door naar Farming Sim, zo te zijn. Ik moet straks nog eventjes Jeffrey toevoegen via Discord. Want Jeffrey die gaat zo ook meedoen. Maar we gaan vandaag Farming Sim spelen, jongens. Wat heb ik hier zin in? Dit spel, ik heb hem al een tijdje op het oog. Farming Sim 19, het spel is alweer bijna 2 jaar oud. Maakt niet uit. Maar echt, het lijkt me heerlijk om gewoon even lekker rond te rennen met Bas en met Jeffrey. En dan gaan we gewoon lekker een potje boeren. Volgens mij is de muziek nog best luid ten opzichte. Dus ik ga hem eventjes wat zachter zetten. Even zien. Volume voertuig, omgeving, radio. Ja, die had ik op 20 gezet. Zo. Oh, moet ik hem wel opslaan. Ja, anders dan... even zien. Oh ja, hij heeft hem opgeslagen. Top. Dat is wel iets beter, hè? Ietsje zachter de muziek. Zo, jongens. Wat een feest. Wat een feest van een feest. Zo'n feest is het nog nooit geweest. U weet hoe het gaat. Bovenaan ziet u wat er gedraaid wordt op de radio. Het is allemaal open source muziek, heb ik mij laten vertellen. En zo niet, dan komen we er heel snel achter door het feit dat deze geen geluid krijgt. En anders zetten we gewoon de radio lekker uit, jongens. Dat is mij ook om het even. Goed. Wij wachten nog eventjes op de aanwezigheid van Bas. Bas is nog eventjes druk bezig met het zetten van de welbekende T. Eens eventjes kijken. En wij wachten ook nog op Jeffrey. Jeffrey die komt er zo aan. En dan gaan we met z'n allen. Met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. We hebben hierbovenin tooltips, die kun je wegdoen. We hebben een kaartje, kun je iets groter maken. Ik weet het, de donatie staat net voor de kaart, maar daar onderaan in de kaart gebeurt niks. Dus er is niks wat jullie... Links onderaan is letterlijk gewoon niemands land. Dus er is niks wat jullie missen. Eens even kijken. Kruisweergave wijzigen, dat is 9. Ja, precies. Oké, top. De besturing komt altijd boven in beeld zolang je op F1 drukt. Dus dat is erg fijn. Sommige van deze machines zijn namelijk heel moeilijk te besturen. Goed, wij hebben hier een gigantische machine. Erg leuk. Maar we moeten eerst eens eventjes beginnen met het maken van een farm. Dus... We gaan een nieuwe boerderij maken. Zo. En die noemen wij de Creamy TV. Creamy TV Boerderie. Zo, daar hoort een wachtwoordje bij. Daar hoort een wachtwoordje bij. En we willen een boerderijkleur. Ik denk dat... er is geen donkergroen, hè? Nee. Een beetje vervelend. Nou, doen we deze wel. Zo, boerderij maken. Wij hebben geld in de til... Dus dat is fijn. En ik sluit me aan bij deze boerderij. Boer Jan is aangesloten bij deze boerderij. Fantastisch. Nou gaan we eventjes iets doen. Dat wil zeggen, we moeten eens even kijken wat hier allemaal in de buurt is. Dus er zijn hier een paar velden. Ik wou wel eventjes rondkijken of er een veld klaar was. En ja, wist en waarachtig, ik had er eentje gevonden. Dit veld is eigendom van Deborah Joseph. Hier groeit gerst. Het niet bemest is nog aan het groeien. Nou, dat kan interessant zijn. Maar ik denk dat ik meer heb aan deze. Deze vind ik wel interessant, want die is al klaar. Tarwe, klaar om te oogsten. Niet bemest, geen onkruid. Moet geploegd worden, dat wel. Dus we moeten gaan harvesten en dan moet er eigenlijk een ploeg achteraan om het opnieuw te spitten. En hier net tegenover, aan de overkant van de weg, hier hebben wij ook nog een veld. En dit is mais, klaar om te oogsten. Die is 50% bemest. Dus we hebben daar iets meer mais dan gebruikelijk. Of... Iets minder als je gewend bent om 100% te bemesten. En dan hebben we hier nog veld 20. Dit is eventueel een toekomstmuziekveld. En dit is tarwe. Ook klaar om te oogsten. Even zien. Dit is gras aan het groeien. Dit gras is volledig bemest. Dus dit kun je helemaal maaien voor, om iets anders in te leggen. Dus dit is al een klaar veld. Je ziet hier ook. Dit is modder en dit is niet modder, zeg maar. Het scheelt niet veel, moet ik eerlijk zeggen. Wij kunnen, mits we dat willen... Hier op H drukken met een machine en dan uitstappen. Dan kunnen we iemand inhuren. Maar ja, iemand inhuren, dat is leuk en aardig. Maar we doen het liever zelf. Bas die staat nog bij de hooizolder. We gaan Bas straks begroeten. Maar ik denk dat we eerst... U kust me heten? Wat? Wat zeg je nou weer, Bas? Was? Ik zei, je kunt mij huren, maar dat is huren. Bij jou dus heel...
Ja, kijk maar. Oh, hier, kunt is natuurlijk... in het Engels is dat niet een Engels woord. En huren, ja, dat weet ik ook niet waar het op slaat. Hoeren misschien? Ik weet het niet. Strenge filter. strenge filter. Dus we moeten het maar over voice doen, ben ik bang. Goed, we hebben hier ook nog veld 22 eventueel in de aanbieding voor later. Dit is gerst en dat is aan het groeien. Dus als dit gegroeid is, dan gaan we het uiteraard opkopen, mits we het geld hebben. Wij hebben hier op de kaart, dat is misschien wel even leuk om te laten zien. Geen soort opgeslagen, duurt altijd even seconden. We hebben hier een graanlift centraal. We hebben hier ook een landbouwkalkstation. Maar wij zijn hier bij de spinnerij. Bij de spinnerij kunnen we dus... Oh, die kunnen we bezoeken. We kunnen teleporteren in het spel. Dat is wel leuk. Kost er geld? Dat weet ik niet. Laten we eens even proberen bij de shop, bij de winkel. Bezoeken. Ja hoor, dat kan gewoon. Hopsa. Nou, we hebben hier een cash-o-matic. Financiën controleren. Jawel. We kunnen hier dus gewoon 5000 ballen lenen uit de geldautomaat. Nou, mooier kunnen we niet hebben. Hier bij de shop, als we bij de shop zijn, dan is het kopen van voertuigen net iets goedkoper, heb ik gelezen. Dus dat is ook niet verkeerd om te weten. Daar is een trein, die is niet van ons. Bas, ben je reeds aangesloten bij de Krimi TV boerderij? Ah, ja. Ik zie jou. Boerderij manager. Ik maak jou manager. Ja. Dan kun je ook alles kopen en dingen wat je maar wil. Nou, zal ik eerst eventjes beginnen met het kopen van die twee velden? Dan hebben we dat maar. Land. Bas, waar jij nu staat, koop ik veld 21. En ik koop veld 18. Dat betekent dat wij dus mais hebben en tarwe. En die beide, die moeten we even gaan maaien. Dus we hebben wat machines nodig. Als ik zo'n machine koop, dan kun jij met tap kun je erin... Zullen we beginnen met kleine tractoren en dan omhoog werken? Of zul je gelijk voor een middeltractor? Maar klein. Nee. Klein. Wij zijn nog geen rijke boerderij. Wij zijn nog geen rijke boerderij. Nou, dan koop ik voor jou de Fiat. Die is niet heel sterk. Dat ben ik ook niet. Oh. Met smalle banden. 150. Niet te veel uitgeven, jongens. Nee, Jeffrey, je hebt gelijk. Ben jij daar trouwens klaar voor, Jeffrey? Want dan gooi ik je even in de channel. Hij gaat max 25 km per uur. Nog niet, zegt hij. Oké, nou dan wachten we er even mee. Max 25 km per uur. Kan 200 liter gas kan erin. Of diesel, moet ik zeggen. 150. Rode brandstof is dat toch? Is dat speciaal voor landbouw? Je kan wel eens gelijk hebben. Rode diesel. Deze ga ik in ieder geval kopen. In plaats van huren. Want deze die kunnen we gewoon behouden tot we iets beters hebben. Dus ik koop er één voor jou. Ja. Oké, en nu kun je dus op tap drukken. En dan heb jij een tractor met dunne banden. Daar zit je dan gelijk in. Zie je dat? Nou, gaan we naar veld 18. Maar misschien moet je even iets meenemen. Jij hebt namelijk iets nodig om graan mee te maaien. Volgens mij is dat trouwens niet met een tractor. Een tractor kun je wel gebruiken straks voor het wegbrengen van het spul. Maar volgens mij heb jij een maaimachine nodig. Een oogstmachine. Dat denk ik wel. Ja, en dan heb jij nodig de bison. Ik ga de bison voor je kopen. Iets langzamer. Of willen we die huren? Want die gebruiken we maar tijdelijk. We hoeven alleen het veld leeg en dan kunnen we hem weer terugbrengen namelijk. Weet je wat? Ja. Die huren we wel. Zo, die staat nu klaar. En dan moet er nog een kopje bij. Eigenschappen. En dan is dat volgens mij een... Niet een maaier... Even kijken wat je precies nodig hebt. Jawel, maaier op een oogstmachine. Nou, dan gaan we voor de goedkopere maaier. Dubbelklik en ook huren. Ja. Nou, als het goed is. Precies, daar kun je nu in. Moet je even iets achteruit. Oh, want hier ligt je maaier. Vergeet hem niet. Nee, nee, nee. En dan hebben we nog een bakwagen nodig. Ja, inderdaad. Dus ik ga met de tractor en een bakwagen ga ik jou achtervolgen. Even zien. Dus ik moet inderdaad even een bakwagen hebben. Ja, kun je die vastmaken? Oh, wat doet die jongen dat weer kundig, hè? Nou, even zien. Een bakwagen. Heet dat ook zo? Even zien. Aanhanger. Hier, een sack. Ja,
Oké, daar kan letterlijk alles in. Veld. Die ga ik kopen. De 18 was het, hè? Ja, veld 18 is graan, volgens mij. De onderste is dat. Dat is 21. Even zien. Ik ga voor de hoge kar. Dat is prima. Kopen. Ja. Aankoopster klaar bij de winkel. Nou, ik heb eentje bij een wagen. Prima. Kost 12.000 piek, maar nee, ook wat. Kan wat in. Even vastmaken. Even de tutor. Prachtig, jongens. Nou, daar gaan we. Veld 21 is dat. Ja, je hebt gelijk. Achterzijde klep, die kun je dus openen met U. Oh, dan kun je wisselen. Welke klep je wil gebruiken. Ja. Even zien. Losmaken is Q. Ja, oké. Prima. Nou, ik volg de weg. Ik zet het ding langs het veld. Ik moet hier eventjes een raar bochtje maken. Hier lossen, maar doe dat maar niet. Ik moet er eventjes een raar bochtje maken over de berg. Dat kan niet gelukkig met die dunne bandjes. Oh, en dan gaat Bas al. Bas die gaat al. Wat is jouw... als je op O drukt voor het uitladen... Oh, dat is... ja, dat is rechts. Links voor jou, dus dat gaat niet. Nou ja, misschien... Ik zet deze gewoon even hier neer. Dan kun je elke keer als je vol zit, kun je gewoon langs rijden en dan kun je hem dumpen. Lijkt me wel een goeie, toch? Ja hoor. Het is nog maar 7%, dus... Ja, hier gaan we... Nou, dit is Bas dan. Kan ik er bij jou in? Dat is even de vraag. Nee, kan ik er wel op? Ja, kan er wel op. Fantastisch. Ik kan hier gewoon zitten. Zo. Nou, had je al bedacht hoe je dat ging doen? Ga je nu gewoon omdraaien en dan... Of ga je inderdaad een spiraaltje maken? Ik ga nu gewoon die kant op. Ja, precies. Nou, helemaal goed. Bas is al hard aan het werk. Ondertussen valt hier natuurlijk allemaal... Ja, hoe heet het ook alweer? Chaff heet het in het Engels, maar ik weet niet hoe het in... Volgens mij heet het in het Nederlands ook gewoon chaff. Nee, kaft noemen we dat, hè? Kaft van het koren scheiden. Zeggen ze toch? Ik weet niet, ik ben geen boer. Zou je niet zeggen van iemand die zo diep in Friesland is opgegroeid, maar ik ben geen boer. Wij moeten dan eventjes iets kopen. Genaamd een... Ja, wat hebben we nodig? Rijkers, nee, diepladers, nee, bandsysteem. Maai-aanhangers. Baaltechnologie. Volgens mij moeten we hier balen van maken. Rolbelt. Balen perswikkelt stro, gras of hooi in handige balen. En volgens mij produceren wij hier stro. Ik ga hem al huren, dan kost het me niet te veel. Ja, heb ik wel eventjes de trekker weer nodig. Ik ontkoppel even de bak. Dus die laat ik hier staan. Als je wil dumpen, dan weet je hoe het gaat. Ja, dat komt helemaal goed. Daar kom je wel uit, volgens mij. We gaan erachter komen. Zo. Wow. Nou, daar gaat hij hoor. Hopsa. Nou, volgens mij is dat klaar. Lekker bezig, Jan. Ja, ik doe wel eventjes een GTA'tje en ik ga wel proberen om te rollen. Oh, andere kant op, zo. Oh, ja, hoppa. Hop, twee wielen en weer terug. Ik ga hier wel eventjes rustig van de heuvel af. Zo. Nou, terwijl Bas het veld maait, gaan we naar de winkel. Daar staat op ons te wachten een baalmachine. Nou, ik baal nu al. Sorry, dat was echt een hele slechte grap.
Zo, en dan zijn we alweer bij de winkel. Rare rotonde hier. We halen hem er even op. Tudumt. Het eten nog bijna achter de kiezen, jongen. Oh, ik vind het nu al een machtig spel, jongens. Hopsa, kijk aan. De baalmachine. Nou. Ja, die baalt. Ja, die baalt, ja. Hopsa. Nou, de balenpers moeten we dan uitklappen. Even kijken hoe dat gaat. Oh, dat is letterlijk een wieltje aan de voorkant of aan de achterkant. Oké. Okay. Gras oppakken, wagen laten zakken. Ja hoor. Je hebt geen toegang tot dit land. Nee, dat klopt. Excuses. Ik zal me gedragen. Ik snap al waarom 20 en 21 zo goedkoop zijn. Het is er heel kut bijkomen natuurlijk. Oh ja, je rijdt trouwens in het spel gewoon dwars door. Bijna klaar met downloaden, langzaam internet. Ja, het is soms niet anders, hè. Nou, daar komt hij. Het is geen John Deere. Hopsa, de greppel omhoog. Nou, balenpers laten zakken. Machine aan. En daar gaan we. Hopsa. We verzamelen stro. Ik krijg dus stro hiervan. Hey Bas. Hoe gaat het, jongen? Zie je hallo. Vol? 94, dus ik ga nu gewoon even... Slim. Dit is wel iets dat ik even wil zien. Even B en V, om hem weer in te klappen. Moet even pijpen. Oh. Ja, pijp jij maar even. Ja, en dan moet je er net boven hangen. Ja, kijk aan. Oh, niet wegduwen, hè. Wat doe je nou? Behalve niks. Oké, okay, je moet hem een beetje tippen, zie ik. Anders doet hij het niet. Ja. Even iets uitscrollen. Ah, oh, kijk, hier dan. Nou, daar gaan we geld mee verdienen, jongens. We gaan hier geld mee verdienen. Ik ga de strobalen bij elkaar... Ja, kun je anders je trekkertje ervoor zetten? Wat dan? Ik ben nog lang niet leeg. Oh. Sure. Ho. Niet op de grond gooien, hè, Bas? Dat is zonde. Ik zal er even in doen. Ja, daar lijkt het. Wel jammer. Nou, draai hem eens uit. Hopsa. Nou, volgens mij gaat het prima. Ja. Dit gaat prima. Ik ontkoppel hem, ja? Het is toch mooi. Hopsa. Nou, de bouwmachine weer aan. Ja, ben je leeg? Ja, nu niet meer. Oh. Ik ben nu weer 2%. Zo, 100% vol. Balenpers lossen. Nou, daar komt er eentje. Hoppa! Ik druk er even in uit. Hopsa. Lekker, man. Tjoe, ha, sorry. Tjoe, ha. Bas, je moet natuurlijk wel op het veld liggen, hè? Anders dan zie ik het niet in het gras.
Corona, jawel. Klaksoneren. Ja, maar dat leger, dat doet hij automatisch. Wat? Oh ja, maar dan moet ik even stoppen voor het einde van het... voor het einde van het pad. Tijd voor de klok. Ik heb de Franse klok. Vind je het ook goed? Le choc. Ik heb geen idee. Le pièce de Tim. Lekker, man. Hey, prut. En dat erop is in de fut. Maar net de hut, want dan die het kut. Verdomme. En wil ik ook alles mee hebben, hè? Ja, zolang Bas niet in de rechte lijnen kan. grapje. Grapje, Bas. Niet boos worden. Jongen, hoe is het, boerenjongens? Ja, het gaat goed met ons, boerenjongens. Oh, dat is ook wel lekker, boerenjongens. Oh. Oh ja. En hoe is het tasje, hè? Oh, mijn tractor die probeert deze hooibal te bevredigen. Zo, ik leg hem eventjes naast het veld. Dan halen we die later wel op. Goed hoor, mooi zo. Ah, oh, jongens, het is toch niet best. Hier ligt nou wat. Oh ja. Dit gaat goed, dit gaat goed, dit gaat goed. Dit is de bedoeling. Je hebt geen toegang tot dit land. Dus de taal veranderen voor het installeren? Ja, Bas die zei van wel. Dat kan bij... rechtermuisklik op het spel en dan eigenschappen of properties. Dan kun je de taal aanpassen. Toch Bas? Werkt dat goed? Ja, ik heb het na het installeren gedaan hoor, maar... Ja, ja. Nou, hij ook. Hij had hem al geïnstalleerd, dus... Lekker, man. Nou, deze zit vol, dus ik prop er eventjes eentje uit. Hopsakee. Doe maar hier. En weer dicht. Een naam om honger van te krijgen. Je hoort het, Jeffrey. Je hoort het hier. Ja, ja. Ja, als Jeffrey moet lachen om een grap, dan ligt hij ook altijd dubbel. Kan je niks aan doen. Zit hem in de naam. Jongen. Hoppa. Vermaak je nog, Bas? Ja hoor, hij gaat alleen niet zo hard. Hij gaat maar 10 km per uur. Ja, deze machines zijn niet bepaald snel, die goedkope. Nou, volgens mij doet hij... Oh, hij doet het achteruit ook, deze. Wat leuk. Dus je kan hem ook op de voorkant van je trekker binden, als je dat kan. Je wel de steering lock aanzetten, dan wordt het weer 3 keer niks. Oké, dat is interessant. Dat is interessant, jongens. Hé, het is geen John Deere, hè, maar it gets the job done. Het is geen John Deere. Maar, goed. Ik ben ook geen weerman voor RTV Oost, dus ik heb ook geen favoriete trekker. Zo, we persen er weer een uit. Hopsakee. Rol maar neer. Een mooie, hè? Ja, inderdaad. John Deere, dat is mijn merk. Oh, nog een. Even die troep van Bas opruimen hier. Ja, sorry. Ik denk dat het maaien wel sneller gaat dan het balen. En... Toch ga ik sneller dan jouw trekkertje. Nou ja, trekkertje. Ik weet niet of je het ding gezien hebt, maar...
Het is toch prachtig, jongens. Ah, heerlijk. Zo, even zo weinig mogelijk van de HUD in beeld. Ja, ik wil wel alles meekrijgen. Ik wil geen afval achterlaten. Groene wereld en zo, dat soort dingen. Ik ben wel blij dat we een trekker met dunne bandjes hebben gekozen. Want die dunne banden die zijn misschien niet zo krachtig als die dikke banden. Maar dat wil zeggen betere off-road capabilities. Maar wij kunnen wel gewoon over het land rijden zonder alles kapot te maken. Dus dat dan weer wel. Nou, gaan we met een ruime bocht. Zo. We gaan eens even een ander kanaaltje testen. Nou ja, er komt net een nieuw nummertje. Mooi. Dat ding van mij dat piept als die bijna vol is. Dat is ook wel interessant. Jongens. Ik kan dat nog missen. Boah. Abus. Lukt het met legen, Bas? Of moet ik telkens met dat trekkertje even langskomen? Oh, hij is nu aan het legen. Oh, oké. Denk ik dat hij de eerste keer gewoon net een beetje scheef hing? Nee, want hij stopt op een gegeven moment nu. Hij is nu ook gestopt. Ja, hij stopt altijd als hij leeg is. Als het goed is. Nou, hij was nog 85% vol. Oh. Oké, dan weet ik het ook niet. Dan weet ik het ook niet. Ik heb het dwars door het veld rijden. Nee, laten we dat niet doen. Kun je wel even de... Weer dat ding vastzetten. Wat? Trailer. Als ik nou mijn pijp in doe, dan gaat die afvallen mee. Oh, ja, ik weet niet of dat ding. Volgens mij heeft hij geen. Hoe zeg je dat? Geen stabilisator. Dat is echt een hele goedkope trailer, namelijk. Nee, het was meer van. Als ik mijn pijp in en uit doe, dan gaat hij altijd bijna op de kop. Oh. Dan tilt hij naar achter, ja. En dan dat niet al onze welverdiende centjes. Nee. Dan gaat het een en ander ernaast. Ik kan eens even kijken of hij of ik hem kan stabiliseren. Kijk ook even hoe vol die zit. Hij zit net iets over de helft vol. Even zien. Ik kan hem niet stabiliseren. Er zit geen... zit niks op. Ik moet hem hier gewoon laten staan. Ja, het is niet anders. Maar straks is hij vol. Gaan we ons eerst geld verdienen, Bas? Ja, nee, de baas. Mijn werkgever gaat. Oh ja, jouw werkgever, ja. Oh, wij zijn partners, hè? Partners in crime. Kan jij gekoppeld zijn terwijl hij hem vult? Dan is hij ook stabieler. Ja, klopt. Dan is hij ook stabieler. Maar ja, dan kan ik niet balen. Maar ik kan hem eventueel wel even losmaken als ik... Oh, wat nou weer? Dat doet hij niet. Nee, die is goed. De wieltjes zijn ook goed. Balenpers inschakelen. Ah, die stond uit. Ja. Nou, daar gaan we weer. Een hele simpele balenpers. En weer dicht. Vroom.
Ja, lekker jongens. Weet je, het is misschien een doodsimpel spel, maar ik hou hiervan. Is toch heerlijk. Een beetje onder snoeiharde hardrock, gewoon eventjes een veld leegmaaien. Zo, bochie. Succes verder, boer Frans. Kalle man, hè. De groeten. Hupsa, daar gaat ie. Die stroopbalen kunnen we ook weer verkopen, hè. Dat ben je niks verbazen misschien. Je kan alles verkopen in het spel. Nou, dan moet Jeffrey zomaar, als hij uiteindelijk is, het veld ploegen en planten. Koop ik mijn tweede witte trekkertje. We mogen eerst wel eens een diepwagen hebben trouwens voor de balen. Dat die ergens in flikkeren. Ben in waiting, oké. Okay. Gooi hem erin. Zo, opeens doodse stilte. Meneer Calzone, hoe maakt u het? Goeiedag, Im. Goeiedag, Im. Hoe schuif van mijn mic nu? Ja, keurig. Ik hoor alleen mezelf terug. Dat kwam dat mijn stream aanstond, sorry. Ah, ja. Dat heb je dan. Nou niet meer als het goed is. Nou niet meer als het goed is. Nee, het is weg. Fantastisch. Mooi. Ik geef mijn volume aan. Hij stond trouwens bij mijn standaard op Nederlands, dus... Nou, keurig. Keurig. Ik krijg mijn geluid inderdaad wat zachter zetten. Ja, dat zei ik je, hè? Dat is echt onheilig. Onchristelijk. Heel onchristelijk. Dus op volume even. Wat. Harde rockmuziek van de duivel. Maar, schrijf mijn lijntjes eens even op. Ik ga niet zo hard, ja. Nee, grappie. Lusten. Even kijken, ik moet hem meer instellen van jou, dus ik ga even de app teruglezen op het moment. Ja, nou ja, het geluid en een instelling die kun je alleen instellen als je in het spel bent. Dus, klaar dan ook. Dus kom eerst maar eens in het spel. Ja, ik kijk even of dit allemaal goed staat, dan kom ik eraan. Oh ja, en ik heb mouse sensitivity, of muissnelheid, die heb ik zelf wel flink omhoog geschroefd. Want ik ben niet gewend zo'n langzame muis, maar... Ik ben niks gewend, dus laat maar langzaam beginnen. Precies. Nou, het was wel erg langzaam hoor. Ja, dan doe je echt drie slagen in de ronde voordat je een keer... Muisgevoeligheid, stel op 100%. Ja, ik heb hem op 200 gezet. Bas waarschijnlijk ook. Ja. Doe ik 175. Nou. Ah joh, doe 200. Hè? Doe 200. Leer het gelijk als een pro. Precies. Pro-gamer. Hoppa. Hoppa. Opgeslagen. Nou, wapenacht. Bij het spel aansluiten. Jawel. Ja. Oh, moet ik eerst weer een boer maken. Ja, ik vind deze standaardboer wel even goed voor eerst. Ja, weet je zeker? Ja. Het vloekt eigenlijk wel, hè? Ik heb een dat kun je laten wijzigen, neem ik aan. Ja. Je vloekt wel, hè? Ik heb een trekkertje van Fiat en dan een New Holland maaimachine erachter. Dat, Ja, die sondeertjes zijn aardig prijzig, hè? Die zijn erg prijzig. Daar gaan we even mee moeten wachten, als je niet erg vindt. Had ik al gezien, inderdaad. Ja. Ik weet dat dit jouw merk is, maar... Even kijken, hoe kom ik in jouw server? Dat is ook even een... Nou, ik heb je alle instellingen gestuurd in Discord. Ja, nou kijken waar ik het invullen. Dan moet je op het hoofdscherm... Dat is player en dan... Ja. Je hebt dan carrière en je hebt volgens mij online spel, heet het in Nederlands. Multiplayer. Oh, wel multiplayer, oké. Okay. Ja. Heb ik bij het spel aansluiten? Die moet het dan zijn, denk ik. Dat is waar, ja. Doorgaan. Continental Europe, International. Ja. Continental Europe, ja. Oké. Okay. Dat is hem. En heb je zometeen rechtsbovenin een zoekvenster? Tik je daar de servernaam in? Yes. En het wachtwoord. Uiteraard. Die we niet hardop gaan zeggen. Je bent er bijna.
Scherp trouwens. Boer Frans. Oh, mocht niet. Voor mij mag je Boer Frans heten hoor. Ik vind het wel prima. Ik ben al Boer Jan. Als het goed is, kom ik eraan. We gaan het zien. Er kon geen verbinding gemaakt worden met de multiplayer game. Oh jee. Okay. Ho? Dan ga ik in één keer hard, maar hij is vol. Ah. Nou is iedereen... Oh, ik ga niet dat opzetten. Zoals jij misschien even er weer voor kan gaan staan. Ik wil wel eventjes doen alsof ik weet waar ik het over heb. Volgens mij kun je ook een gewicht eraan hangen, maar dat weet ik niet zeker. Hij staat nu ook. Boer Jan staat er nu voor. Ja, een loos gewicht. Prachtig. Nou, giet me leeg. Nou, ga maar leeg. Ik kan niet joinen, jongens. Wat dan? Er kan geen verbinding worden gemaakt met het multiplayer game. Vreemd. Oh. Ik denk dat hij moeilijk doet, Bas, omdat je het ding net aanraakt, zeg maar. Als je iets meer afstand neemt, dan zwaai je hem eroverheen, zeg maar. Je raakt nu de rand aan, dan zal hij het wel niet doen. Maar je krijgt geen melding, behalve dat. Nee, ik ben even aan Google ondertussen. Kijk dan, wat een dikke trekker. Oh, nou, het is een bekende melding. Aha. Ah, fijn. Is het ook een bekende oplossing? Ja, dat is dan altijd de vraag. Monument. Bekende bekende melding, nog geen oplossing bekend. Zo, nou, we zijn er weer klaar voor. Ik heb hem weer leeg. Spel opnieuw opstarten. Nou, lijkt me logisch. Doen we dat eerst. Lekker baan. Lekker baan. Machtige baan. Ja, ik vind het mooi hoor. Ik vind het leuk spel, nu al. Ik ook achterin gaan komen. Ja, dat maakt het wel leuker doorgaans, hè. Ja. Het is doorgaans niet zoveel aan als je er niet in komt. Nee. Er kan geen verbinding worden gemaakt. Wat is dit voor een lul? Kijken of ik in een open server kan joinen, of het aan mij ligt hier of. We hebben een open server ergens? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Alles op uitnodiging. In drievoud als het kan. Ah, een dikke hut staat open. Nou, even kijken. Een dikke hut. Dat had ik vroeger met de jongens van de basisschool hadden. Ook een dikke hut. Een boomhut. Oh, daar kan ik helemaal niet in. Komen er wel, geen paniek. Geen paniek. Ik panikeer, Bas, bij 40 graden. Oh, nou zie ik aan server helemaal niet meer. Dat is ook gezellig. Oh, jawel. Je hebt een vrij nieuwe Windows-installatie, hè? Correct. Kan het zijn dat jij nu op de achtergrond een melding hebt van Windows met de vraag of jij Farming Simulator toestemming wil geven om verbinding te maken met internet? Ah, monument. Althans, ik heug mij dat dat een ding was in het begin, toen ik Windows net opnieuw geïnstalleerd had.
Had je waarschijnlijk ook toen je Discord voor het eerst opstartte. Ik heb geen melding. Geen melding? Nee. Ja. Nou, maakt het wel ja, spannend. Het zal wel eens een keer goed gaan hier. Ik ben het wel gewend, joh. Moet ik geen van de rare poorten openzetten of zo? Niet dat ik nee, weet. Ja. Lijkt mij ook niet. Elk spel kan ik gewoon online spelen, dus. Zonder dat ik een melding krijg. Even opties. Schermresolutie neemt mij heeft er niks mee te maken natuurlijk. Nee. Dat is wel raar. Ja, ik weet het even niet, Jeffrey. Nee, ik ben nog even Google. Ik ga weer leeg, hè. Hey, kom maar dan, Bas. Het is natuurlijk zonde als hij omkiepelt en alles weg is. Nou, mee eens. Wat doe ik verkeerd? Ja, als je dat nou googelt, van alleen dat, wat doe ik verkeerd? Wat doe ik? Dan zegt hij, gevonden resultaten, alles, oké. Okay. Ja, ik heb hem vast. Oh. Hij duwt hem omver, ja. Oh, hij past hem net met dat touwtje over de rand, hè. Ja, iedereen stelt die vraag, maar niemand heeft het antwoord. Dat is zo. Ja. Oh. Klein stukje vooruit. Doe ik. Het punt is, ik denk niet dat die buis dat ding moet aanraken. Ik moet nu iets meer afstand moet pakken. Ja, dat is hem. Het scheelt echt niks, hè, met dat ding. Ik kan jouw stabilisatoren niet aanzetten, dat je iets omhoog gaat. Nee. Ik heb gewoon een te hoge wagen gekocht, Bas. Ja, of want bij deze kun je de pijp ook niet. Nee, hè. Ik probeer hem van de andere kant even. Oh. Ja, het ding is. Ik denk dat het een beetje te hoog was. Ja, dat doet hij perfect. Ietsje terug. Nog iets terug. Hij had hem net echt. Hij was heel even was hij los van de rand. Ja, toen begon hij. Daar, ja. Ja, en dan hou je op met bewegen, hè? Dat doet hij weer niet. Draai je wielers bij. Graan op de grond, Bas. Ja, weet je wat ik ga doen, Bas? Deze kar is bijna vol, hè? Oh, er kan er wel wat bij. Nu gebeurt er wat. Ik breng deze kar even naar de winkel. En dan koop ik een kleinere kar. Hij is nu alweer vol. Hij is nu 98%, dus hij is vol voor wat mij betreft. Ik ben leeg. Ik ga naar de winkel. Maar de vraag is waar? Dus ga ik even kijken bij prices. Nee, hier. Nee, hier. Prijzen. Voor, dit is tarwe, denk ik. Baanlift centraal. Nou, locatie markeren. Dan zien wij, ergens op de kaart, een gigantische... Negen even aandrukken zo. Oké. Ik rij naar de winkel. Ja? Ga je doen dan? Want dit was een geleased machine, toch? Ja. Ben je al klaar met graven dan?
Op deze wel. Ik weet niet of deze ook voor 18 is. Oh nee, dan heb je een andere machine nodig. Een maïsmachine heb je dan nodig. Dat zijn specifieke, speciale machines. Oh, ik denk... Oh jongens, ik ben helemaal verkeerd. Hier mag de berg op. Ik denk niet dat hij dat trekt. Jan, wachtwoord is met hoofdletters, hè? Ja, twee stuks. Bas, ik denk het ook niet. Alhoewel. Oh jongens. Wat een machine. Wat een ding. Kijk hem gaan. Oh, mooi zeg. Ik kom er niet in, hè, jongens. Ja, maar wat is dat nou? Hoe kan dat nou? Als ik dat wist... Ja, dan zat je erin. Precies. Boah, het scheelde me niks, Bas. En had je de valmening had je gekrokeld? Ja, iedereen stelt die vraag, maar niemand kreeg antwoord. Dus dat is het... Nee, wat is de valmelding? Ik kan Bas wel even meekijken met Teamviewer. Ik zei het trouwens als een grapje, maar dat is misschien niet eens een slecht idee. Bas, die troubleshoot dat wel even. Ik ga nou één keer proberen en dan ga ik de fout... Misschien PC opnieuw opstarten, ik heb geen idee. Kun je altijd proberen. Oh, heb je trouwens de... Oh, dat is het misschien. Heb jij bij het joinen... de multiplayer language omgezet naar Nederlands? Mijn spel staat op Nederlands. Ja, maar heb je ook de multiplayer language op Nederlands? Nee, geen idee. Taal. Nee, waar doe ik dat? Als je een spel maakt, volgens mij kun je verkiezen. Ga eens naar opties, op het hoofdmenu. Ja. Dan heb je taal en heb je multiplayer taal. Ja. Multiplayer taal, Dutch. Helaas. Die staat gewoon goed dus. Ja. Goed. Wat een ge... Geen netjes. Gekut? Ja. Ja, dat vind ik wel aardig netjes. Ik ga mijn PC opnieuw opstarten, dat ga ik in elk geval even doen. Is goed. Be right back. Tot zo. Tja, het zou natuurlijk een poort kunnen zijn. Een poort die hij toch op zijn router moet openen. Zou kunnen. Wel, anders weet ik het ook niet. Ik ook niet. Ja. Je bent wie dan? Nice. Druk op I voor het ontladen van tarwe. Jawel. Daar komt ie, hè? Geld. Zie je het geld doorstromen, Bas? Ja. We worden rijk! De kiepwagen gaat los. We hebben aan deze oogst verdiend bijna 10.000 piek. Netjes. We hebben bijna een zesde van deze trekker er weer uit. Als je het zo stelt, valt het best tegen, hè? Nou, ik ga maar weer terug. Even kijken, wat hadden we op dat andere veld? Oh ja, ik moet even naar de shop ook. Op het andere veld hebben we mais. Moet ik de lease dingen even terugzetten? Ja, ik denk het wel, hè. Even kijken, hoe zit het ook alweer? Garage, ja. En dan gehuurde artikelen. Nou, de Bison Super terugbrengen.
Ja. En de... Zo, die ook. Ja. De Baylor, de rolbelt, die houden we nog even. En ik ga een aanhangwagen kopen. Aanhanger. Waiting room. Oh, daar is hij weer. En hij is terug in de lucht. Dat wel. Poging 6. Ik ga hem één takje lager kopen, Bas. Dus capaciteit 800 in plaats van 1200. En die ga ik kopen voor 10.000. Dat hebben we net terugverdiend. Oké. Okay. Kun je dan een maïsmachine? Ja, dat kun je zelf ook kopen als het goed is. Dan ga je naar de winkel toe en dan stap je in dat vakje en dan druk je op R. Oogst. Nee, je moet wel echt... dat is volgens mij een hele afdeling speciaal voor maïsmachines. Jan, domme vraag, maar je weet zeker dat je het wachtwoord goed hebt? Ja, want Bas zit er ook in. Ja, verklaar dan hoop. Je hebt de servernaam ook met een hoofdletter aan het begin? Ja, ja, hij vindt gewoon de servernaam. Oh, hij vindt gewoon de server, ja. Je hoeft hem niet zelf in te tikken, oké. Okay. Nee. Nee, nog steeds hetzelfde, jongens. Oh, wat leuk. Hoe kan dat nou toch? Ja. Ja, dat weet je ook, want ik weet het. Moet niet vragen. Ik moet even kijken waar die bij staat, Jan. Even kijken. Je hebt, Even zien. Oh, hier. Maisplukkers. Maisplukkers, nee. Ja. Ja, maisplukkers, ja. Zou je anders even met Jeffrey mee kunnen spieken? Heb ik ook een poort? Ik ga hem heel eventjes op cam zetten. Want als ik de serverinstellingen bekijk, dan zie je alles. Ook het wachtwoord. Dat is een beetje raar van dit spel. Kut. Met DT. Ah, die maisflikker die moet bevestigen aan de oogstmachine. Die hebben we net teruggebracht. Oh, nou huur die ook nog een keer. Ja, dat is wel sunt, maar ja. Ik dacht dat een hele eigen machine was. Even kijken. Maar ik ga wel eventjes... Er staat hier, zet je firewalls eens af en probeer het dan. Ja. Dat kun je sowieso doen. Ik weet niet of ik die heb. Ja, die heb je standaard, de Windows Firewall. Ik kan niks in het bijzonder aantikken hier bij de instelling. Dat is een beetje naar. Weet je, misschien moeten we die oogstmachine maar kopen, Bas. Want ik denk dat we die voor elk ding nodig hebben. Gewoon de bison. De bison, ja, gewoon de goedkoopste. Kopen maar hoor, kosten van de baas. Lever het bonnetje maar in. Firewall. Windows Defender Firewall. Is hij nu gekocht? Ja, klopt. En ik zie het geld weglopen. Ik denk dat ik het wel heb. Ja? Dat zou fijn zijn. Maisplukken, die gaan we dan huren. Ja, de voorkantjes kunnen we wel huren, want die gebruiken we maar één keer. En als we later wat meer onroerend goed hebben en wat meer vermogen, dan kopen we alles wel. Harvester hebben we nodig. Kijk uit, Bas, daar kom ik. Min 84.000 in nieuwe voertuigen. Jongens. Wie heeft dat goedgekeurd? Zit je dan je kamer ook even weer goed? Wat? Oh ja. Je hebt gelijk, Je hebt helemaal gelijk, Bas. Ik let even niet op.
Hoe verkoop ik deze trailer? Dat is de vraag. Ik begrijp het, dat moet aan de garage. Winkel. Ik denk wel bij de shop. Loskoppelen en dan in de garage. Hier is een dingetje voor verkoop. Maar geen prompt. Loskoppelen. Nee, moet je voor mij in gaan staan. De firewall was niet het probleem. De firewall was niet het probleem, dat is jammer. Tenminste, zover ik kan zien, ik heb ze uitgezet. Sorry, ja, nu. Hier kun je je voertuigen aanpassen of repareren. Dat doet hij niet. Eens even kijken. Voertuigen. Volgens mij moet ik... Gewoon bij de shop. Ja, gewoon bij de shop. Garage. Gehuurde artikelen, nee, in bezit. Wat kijk ik eigenlijk? Ja, MC Buurman, wat kijk je eigenlijk? Dat is een goede vraag, hè? Even zien, dit is die hoge, die gaan we even... Boeren die aan het werk zijn. Boeren die hard aan het werk zijn, ja. Voertuig verkocht, fantastisch. Kijk, dit is Boer Jan. En Boer Jan zit op een trekker. En die heeft een aanhangwagen gekocht. En die gaat naar het veld. En die zet hij even bij nummer 18 neer. Die zet hij bij 18 neer, gaat hij precies. Verder op 21. Met hooibalen. Ja, het is wat. Maar ja, we hebben wel een probleem als Jeffrey er niet in komt. We hebben echt wel iemand nodig om alles weer te ploegen. Dat snap jij ook. Ja. Maar was nog wat aan het proberen, toch? Of, Ik ben nog even aan het... Nee, ik heb de firewall uitgezet, maar dat is het dus niet. Die staat nu weer aan inmiddels. We zijn niet aan het protesteren, madame. Dat klopt. We zijn een keer niet aan het protesteren. Nee, we zijn gewoon lekker romantisch, idyllisch een veld aan het legen. Bas is al wat druk bezig met de hooiwagen. Of met de maiswagen, sorry. Nou, Bas, ik laat hem hier voor je achter, hè? Aju. Tjus. Oh, dit laat niks achter? Nee, oké, okay, mooi. Jawel. Wat dan? Ik weet alleen niet wat. Oh, het ziet er wel... Oh ja, ik zie wel wat, ja. We zijn hier zowaar al klaar op het veld. Ja, moeten we die hooibalen alleen nog even ergens naartoe brengen. Waarschijnlijk ook een aanhangwagen voor nodig met een kraan. Oeh, hallo. Heel goed. Op de Fiat 1300. Zo. Tu. Zo, lekker man. Verder alles goed? Zaagmans langs geweest en zo. Of zaagvrouw heb je tegenwoordig ook, hè? Mag allemaal. Een zaaghet, nee. Zaagpersoon. Maar Bas, het is wel zo'n moment dat ik dit spel tegenkwam op Twitch. Toen dacht ik van, ah, oh, dit is een spel voor Bas. En Jeffrey had gelukkig hetzelfde. Ja. Ik denk, dit wordt hem. Dat dacht ik ook, maar het wordt hem niet. Nee. Tot nu toe. Maar ik ben niet voor één nacht ijs te vangen natuurlijk. Nee. Het scheelt dat ik gewoon zo'n gigantische verstand van computers heb.
Ja, daarom. Ik dacht al van... Misschien, maar dat misschien toch handig als Bas even mee kan kijken. Ik weet niet of hij daar, kan, maar... Kan altijd. Weet je wat het nadeel is? Als je netwerk settings gaat lopen klooien en je zet TeamViewer aan. Kan reconnect hier gewoon. Is het zo? Ja. Zelfs als jij als hij opnieuw opstart, TeamViewer blijft aan, dan reconnect hij ook. Oké. Okay. Daar worden geen balen gemaakt, of wel? Dan breng ik de balenpers weer terug. Niet gehuurd te blijven. Terugbrengen. Ja. Is teruggebracht. Mooi. Nou, dan moet ik eventjes kijken of ik iets kan fixen wat... die dingen kan oppakken. Dus even kijken. Gereedschappen. Hoe heet dat TeamViewer ding voor jou, Bas? Quick Support. Is dat misschien nog in je downloads map? Scherp. Even zien. Aanhangers. Ik heb eigenlijk een aanhanger met een kraan nodig, maar die heb ik. Nee, je hebt zo'n speciale voor die balen oppakken, toch? Of is die duur? Weet ik niet. Laadwagens. Dus die stond in het tutorial. Ja, dat is waar, hè? Maar hoe heet dat ding? Aardappeltechnologie. Dat is wat, hè? Schijfneggen? Nee. Nee, staat hij niet gewoon bij de apparaten? Bij de machines. In plaats van bij de trailers waar je niet... Een eigen machine misschien, ja. Even zien, wielladers. Ja. Nee, die niet. Verrijkers. Nee, ook niet. Nee. Voorladers. Nee. Veldhakselaar. Nee, het is wel bij... Volgens mij zat er een trekker voor, toch? Ja, volgens mij ook. Nee, dat was aan de voorkant van een trekker. Maar ja. Hoe heet dat kring dan? Bas, ik heb jouw inlog gestuurd voor privé. Laadwagens. Laadwagens, wel? Nee. Oh, je was er net. Ja, zit er natuurlijk vertraging in, maar... Ja, dat snap ik. Eentje terug dus. Laadwagens, ja. Zit hij daar niet bij? Iets ja. Wat... Ik zie dat niks balen. Kan ook gevuld worden met kaf. Nee. Niet kun je niet zoeken. Je kan niet zoeken dus. Dat is een beetje stom. Egaliseermachines? Nee. Aksel en kuilvoer te verplaatsen in hoop. Oké. Okay. Verrijkers. Balengrijper. Dat kon wel eens zijn wat ik nodig heb. 100%. Ja, maar dan moet je nog ergens in de kar laden, ja. Dan moet je nog ergens op. Of een diep laden. Gewoon een laat de kar. Ja, maar we hadden zo'n machine inderdaad. Maar dat was een volledige machine. En die pakte ze inderdaad op. En die deed ze dan, zeg maar, op een stapel. Ja. Misschien bij diversen. Deze machine kan materiaal van de grond oprapen en in een aanhanger overladen. Dat is wel een hele dure machine. Jongens, wat een keuze, hè? Wat een keuze. De keuze is reuze. Ik kan het natuurlijk ook gewoon achter een pick-up truck doen, hè? Ja, moet je wel vaak heen en weer. Ja. Nou, ik wil sowieso een auto, dus ik koop er eentje. Ontwerpkleur? Nou, donkergroen. Oh, wauw. Hoofdkleur. Jongens, prachtig wagen. Nee, doe maar... Dit is echt te lelijk. Oh, nee. Echt, doe maar gewoon zwart. Met... velgen.
Zwart met velgen. Nou, het is mooi. Kopen. Ik koop een pick-up. Ophalen bij de winkel. Nou, dan gaan we hem ophalen bij de winkel. Dat is in ieder geval wat sneller dan die trekker. Zou ik misschien komen? Ik weet niet of hij de tutorials al... Had je de tutorials al gedaan? Nee. Oh, dat zegt hij wat. Die jongen. Zou het kunnen zijn dat je dat alleen mag doen, een multiplayer game, als je tutorials hebt gedaan? Ik kan me niet voorstellen. Niet, maar... Nee, ik ook niet. Ik heb wel gekkere dingen gezien. Object te zwaar, ik mag het niet oppakken. Verdorie. Ik kan wel spanbanden vastmaken, dat wel. Oké, dus ik moet de dingen oppakken, maar ik kan niet met de hand oppakken. Het is te zwaar met de hand. Vervelend. Nou, dan ga ik er maar mee voetballen. Dan rijd ik ze wel naar de winkel. Oh, dat gaat niet goed niet. Jongens. Nou, dat ligt jammer op zijn kant, hoor. Oké, ik heb een graaier nodig, inderdaad. Even zien. Zie hem gaan, hè. Verrijkers. En dan zat hierbij een balengrijper. Maar die kan niet omhoog of naar beneden, volgens mij. Niet heel ver. Gaan we weer huren. Ja, voor 168 durf ik hem wel te huren. Nou, trekker. Neem maar met. Heeft deze überhaupt een voorkant iets? Gelukkig zitten we met deze, hoe heet het, met deze boerderijen dicht bij de winkel. Dat scheelt ook weer. Nog niet eens een minuut rijden. Nou, ik heb wel een mooie prachtige zwarte pick-up gekocht. Zijn jullie trots op mij? Heel trots. Altijd. Dat doet ook zo gemeend uit altijd. Het kan niet zo zijn dat Bas echt in één keer kan inloggen en jij niet. Dat is toch te belachelijk voor woorden. Nee, Bas heeft het al geprobeerd. De eerste keer is al mislukt. Jij moet er even weten dat je niet... Niet heel handig, maar een wachtwoord intypen, dat lukt nog wel, Jan. Oh, oké. Okay. Hij wil even de nulproef doen, zeg maar. Ja. Ja. Oké, okay, ligt het echt aan Jeffrey of... Ja, dat had me ook niks verbaasd, hoor. Ja. Van, welk jaar is het ook alweer? Oh ja. Oh, wacht even. Het zou het zijn, hè. Ach, die dingen weer... Ja, die ding heeft inderdaad geen klem aan de voorkant. Er zit wel een trekhaak aan de voorkant, maar geen klem. Dus ik kan niks vastgrijpen. Nou, dan moet de balen grijpen maar op de achterkant, hè. Dat kan ook niet. Jongens, wat dom. Nou, garage. Doe de balen, grijp hem maar weer terug. Ja hoor, daar hebben we niks aan. Ja, lekker bezig dan, Jan. Ja, nou ja, blijkbaar kun je het niet gebruiken zonder iets. Oké. Skidsteerladers. Dat nou dan. Ook niet. Voorladers. Dat moet niet zijn, denk ik. Boomstammenvark. Ik ga het gewoon googlen, want het duurt me veel te lang. Farm. Sim. Hey Bas. Hey. Bales. Kan het zijn, wat ik jou laatst zei, het probleempje met die, dat die in programfiles staat, dat het niet wou, dat ik hem naar een andere map moet verplaatsen? Nee, het zou niet uit moeten maken. Anders kan ik hem ook niet starten. Nee, dat leek mij ook. Maar...
Oogstmachines. Er toch tussen. Even zien. We kijken eventjes bij... Baling Technology. Het is wel bij tools, dus bij gereedschappen. Dan heb je hier dus ergens baal technologie. Of stro technologie. Een van beide. Goed. Baal technologie, hier zijn we. Oké, dat is een roll belt. Oké. Een balenverzamelaar, dat is hem. Deze herken ik ook. Nou, huur maar. Ik heb maar heel even nodig. Nou vraag ik mij af, hè, want ik huur hem nu. Dat kost me natuurlijk wat centen. Of de balen het de moeite waard zijn. Hetzelfde geld. Kost hem alleen maar geld. Hopsa. Nou. De werkpositie kun je dus aanzetten. Verder niks. Oké. Okay. Nou, MC Buurman, hoe gaat het met de dry January? Alles onder controle? In tegenstelling tot wat ik hier demonstreer. Zowel qua drankgebruik als qua weggebruik. Jongens. Dat is niet best, hè. Die Jan, die kan ook niks. Klopt. Dat wist ik al. Dat wisten we natuurlijk allemaal al. Baas. Lief zijn. Oh, je bent aan het streamen, hè? Ik ben de hele dag ben ik al aan het werk. Hard tot op mijn knieën in de drek ben ik voor jullie aan het werk. Zodat jullie vanavond brood op tafel hebben. En dit is mijn dank. Nou. Bedank je met de koekoek. Zo, we jagen de vogels even weg. De vogels. Even dat pick-up truck aan de kant. Komt ie, hè? Dit soort baal wordt niet ondersteund. Goddomme jongens. Wat is dit voor onzin? Lekker dan. Nou, balen doen we. Schmetterling. Ach, die is alleen van vierkanten, nu zie ik het ook. Baalwikkelaar verpakt grasbalen in folie. Is hem tot kuilvoer, oké. Okay. Nou, dat hoeven we niet inderdaad. Ik wil een eentje die ronde balen kan oppakken. Kan niet. Ik denk dat we gewoon een kraan nodig hebben. Gewoon een kraanwagen die dingen kan oppakken en hierin kan flikkeren. Alle banden. Allemachtig, Bas. Echt balen dit. Ja, inderdaad. 26.000 voor een baalwagen. Ja. Balen nu toch al. Maar Bas, die krijgt voor elkaar of... Nee. Nog niet? Oké. Okay. Moet even kijken waar alles zit, man. Hier. Garage. Deze maar even terug.
Het is dat ik ze niet met de hand kan oppakken, die balen. Anders dan had ik ze gewoon in mijn pick-up truck gegooid. Maar goed, het is niet altijd feest. Jij hebt tenminste balen. Ja. Wel waar. En anders zou ik toch zeggen, doe even de tutorial. Kijken of die dan... Of het daaraan ligt. Ja. Zou toch haast niet kunnen. Ik kan het me ook niet voorstellen. Maar stel je voor dat het zo is. Hoe lang duurt die tutorial dan? Het ligt er aan hoe snel jij bent. 6 missies. Het zijn wel korte missies. Je hoeft niet heel secuur te zijn tijdens die missies. Dat scheelt ook weer. Maar dat wil zeggen dat ik ook geen eigen spel zou kunnen aanmaken. Als dat probeer, als dat wel lukt. Ja. Maak zijn eigen netwerkspel aan. Nou, ik ga een keer proberen. Ik heb hem net op integriteit gecontroleerd in Steam. Ja. Oh, dit is handig. Ja, dan zijn ze alleen te groot dus om handmatig erin te doen. Ik kan ze niet oppakken, dus ik heb iets meer nodig. Oh, dat is wel even een dingetje. Wat hè? Ik heb die machine net gekocht natuurlijk. Ja. Maar niet met dunne banden, of heeft hij die optie niet? Weet ik niet. Betwijfeld. Ik had geen opties tenminste. Nee, ik denk het niet. Even zien. We hebben niet balen nodig, we hebben iets van... Je mag hem doorklikken hoor, Jeffrey. Laten we even kijken, jongens. Wat hebben we nodig? Grijpen. Gewoon nog een keer proberen, Bas? Ja. Verrijkers. Ik denk dat deze wel een goede is. De muren? Testen. 3000 piek. Oké. Okay. Het is niet een maximaal aantal players of iets in die trant. Nou, probeer dan eentje aan te maken. Kijk of dat wel wil. Oh, hier moet nog een ding voor op. Ja, ja. Oké. Okay. Hier moet dus zo'n grijper bovenop. Verrijkers. Voor verrijkers een balengrijper. Ja. Zit al hol met... Bas, wat is dit dan? Ja, weet ik veel. Ja, dat is een DLC die we erbij kregen. Kost gratis. Ja, dit zou goed zijn normaal, denk ik. Oh, holy crap. Ah, alles. Wij zijn niet op tijd met dat mais. Kijk, het gaat al dood. Oh, jongens. Dat is ook wat. Nou, je hebt dus een vergrijper nodig voor die hooibalen. Ja, het gaat hier hard, Bas. Oeh, hallo. Paal. Het is nog steeds aan het laden, of niet? Ja. Op een gegeven moment krijg je onderaan een icoontje, hè? Druk je op, dat je op enter mag drukken. Ja, dat doet hij wel eigen. Zie je? Nou, dan ga ik zo meteen jou proberen te joinen. Kijken wat hij dan doet. Check.
Ik ben Boer Hans en ik kom weer terug en ik van Disco. Volgens mij is dit namelijk doodmais. Heb je de hooibalen nou al weggehaald dan? Nee. Ik zie ze niet liggen. Bas, niet haten, hè? Ik ben nou druk bezig. Ik zeg, ik zie ze niet meer liggen. Niet meer? Nee. Oh? Nou, ik ben nog bezig. Oh, je staat met een machine daar. Ja, ik zie het. Ja, ik heb een balengrijper. Niet te verwarren met een ballenknijper. Als je hiermee ballen knijpt, dan is het wel klaar. Dan ben je wel... Nou ja, zoals ik. Ik zie een pick-up staan. Ja. Nou, we zetten de wagen klaar op de rand van het veld en we brengen alle balen er even naartoe. Ah, jongens, wat een feest. X, gaat die open. Nou, daar gaat hij. Het is verdroogd, de andere. Die moet wel even open. Dan kom je niet. Verdroogd. Nou, dat is mooi jammer. Ja. Dus dat kan alleen nog maar... Dat is mooi jammer. Jongens, ik ben gemaakt voor het leven, kijk. Oh jongens, prachtig. Leg die er maar in. Ja, gaat ie. Ik word even een bak lawaai. Ja, ik ga hier even uit. Ja? Ga je proberen Jeffrey te joinen? Ja. Goed. Multiplayer. Ik ben benieuwd. Ik moet alleen weten hoe die heet. Oh god. Hoe ik heet? Hoe heb je hem genoemd? Ik heb geen idee, ik ga even kijken. Roderick Alzone. Ja, ongetwijfeld, maar wacht even te zien, dus ook wel weer. Sorry, ding laat je los, jawel. Waar kan ik dat zien.nl? Moet je mijn boerderijnaam weten? Nee, je multiplayer game. Net ingevoerd, dan weet ik dat niet meer. Slim. Wacht, ik heb hem al, denk ik. Ik ga er ook even uit. Wachtwoord is hetzelfde als die van Jan Frans. Ja, dat had ik gezien, want ik zit nog in TeamView. Nee. Ik kan jou ook niet joinen. Nee hoor. Is het echt geen firewall dingetje dan? Want nee, die heb ik uitgezet. Oh. Klinkt allerzijds als een firewall ding eigenlijk. Maar... Wie is je provider? T-Mobile? Ik hoor dat hij bepaalde poorten blokkeert. Tele 2. Oh. Krijg jij dezelfde melding, Bas, dan? Ja. Dat ligt aan mij, tuurlijk. Zo precies. Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ik ga even kijken of ik nu weer onze grote vriend kan joinen. Oh, even schudden. Net als bij het urinoir. Opsa.
dacht al van muziek, ik zag jouw surf niet, maar hij staat op Spaans. Wat? Spaans? Ja. Oh, je had de taal verkeerd. Ja. Ja. Dat ging niet op, hè? Bas sluit eraan bij server. Ja. Synchroniseren. Nou, is ook zo klaar. Dan, ik zou zeggen van, ik ga er... Doe eerst het tutorial. Ja. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar... Nee, ik ook niet, maar het werkt niet. We kijken zo, dat is, weer wat spelervaring. En anders, ja, het kan een providerprobleem zijn. Jongens, ik ben niet balen, maar toch een partijtje in die vrachtwagen aan drukken, het is mooi. Het ziet er niet uit. Hey Bas! Wat doet er? Niet mee gaan rijden, hè? Het ding zit nog niet op slot. Ja, maar ik heb een trein nodig. Dan ontkoppel je hem. Wat wil je doen dan? Ik moet mijn mais... Dat verdroogde prut, moet ik dat ook eraf halen of niet? Ja, dan moeten we het veld maar omploegen, Bas. Het, ja, dat staat er wel. Ja, het is niet anders. Verdroogd moet geploegd worden, dus dat niet. Dan moet gemaaid worden. Of... Dan moet je een trekker hebben en een ploeg inderdaad, ja. Ja, is dat mais nog verkopen? Dat kleine beetje mais dat nou wel goed is. Ja. Ik oordeel niet. Alle beetjes centjes helpen, Jan. Alle beetjes helpen. Dat hebben wij al een boerderijland dan? Ja. Dit is ons boerderijland. Ja, ik bedoel onze boerderij. Oh, we hebben nog geen boerderij daadwerkelijk. Nee, klopt. Dus gewoon maar bij de winkel parkeren. Ja hoor, parkeer maar bij de winkel. Nee, ik parkeer wel bij het land. Dat is misschien nog makkelijker. Want ja, hoe zit dat? Benzine kosten en zo. Ja. Oh jongens, ik word hier nog pro in. Ooit op een dag. Dat zegt hij terwijl de hooibal bijna loslaat. Moet je zo wel even de firewall weer aan zetten, trouwens. Waarom? Het is Windows firewall, man. Oké, ik bemoei niet. Sorry. Hou me stil. Maar baas, mag ik hem trekker kopen? Ja hoor, baas. Baas, baas. Moet ik natuurlijk wel naar de winkel. Ik zou wel een klein trekkertje kopen met dunne banken. Dunne banden. Dus diezelfde die ik heb. Dat kan, dat kan die niet hierachter zijn. In de pick-up moment, jongen. Ik gebruik hem toch niet. Ik ben het ding aan het volladen met de hooibaal. Ik heb er nog 3 te gaan. Ik denk wel dat past. En als het niet past, ja, dan rekt het wel. Of niet, Jeffrey? Ja, joh. Hopsa. Lol. Wat? Ik heb die marsbak achter de pick-up. Ja, dat kan. De pick-up kan ook dingen tillen en trekken. Dat is nog niet eens een hele slechte, hè? Je kan de pick-up verkoop ook gebruiken voor ploegen bijvoorbeeld. Het is niet waar ideaal, moeten we verkopen? Dat kan. Er staat er geen hol van. Voilà. Staat allemaal linksboven in beeld, hè? En zo niet, druk je op F1. Ik krijg spontaan mijn Friese accent weer een beetje terug. Nou jongens, is niet geweldig. Een hele wagen vol met balen. De helft gerooid, de andere helft kapot. We zijn te laat met het maaien van een van de velden. Gaat echt helemaal nergens meer over. Alles kwijt. Geen winst. 500.000 in het rood. Dit is het leven. Ah. Het leven van een echte boer. Ik breng even de mais weg. Ja, is goed baas.
Oh. Dat was hem. Je moet even terug. Oh, vliegt bijna uit de bocht. Die pick-up kan wel hard. Die pick-up kan zeker hard. Die kan 132. Dat is wel geprobeerd. Ik heb het niet geprobeerd op dat kleine stukje van de winkel naar hier. Maar... Zo, nou, de laatste. Dan hebben wij een succesvolle operatie gehad. Dat dan weer wel. 3 weken op de blaren zitten en dan kennen we weer. Nou, wagen dicht met X. Moeten we de balen maar verkopen. Ah, het is toch mooi, jongens, hier. Een wagen vol met balen. Ik vind het mooi. Ik vind het oprecht mooi. Oh, dan is de vraag, waar moeten de balen heen? Escape. Oh, ik ben naar het duurste missen die het meest opleveren. Ja, dat snap ik. Even kijken wie mijn balen wil kopen. Bij het menen. Balen staat niet in de verkooplijst. Moet je scrollen? Ja, dat doe ik. Moet even naar het icoontje kijken wat erbij hoort. Ja, het icoontje is een ding. Maar... Het icoontje is een ding. Ja. Het icoontje is gewoon een hooibaal. Maar die had hij dus niet. Kan ik niet bij de winkel verkopen? Kan ik het nergens verkopen? Dan ga je menen, jongens. Ik denk het wel. Oh, dikke John Deere! Klinkt dikke logisch, hooizolder. Hooizolder, ja. Klinkt wel logisch, ja. Ik ga het wel gewoon proberen. Het is hier vlakbij. Hooizolder kwamen we vandaan, dus hebben we gespawnd. Dus dat kan niet ver wezen, want we hebben het gelopen. We kunnen natuurlijk ook gewoon voor full farmer mode gaan, hè? Gewoon zo, hopsa. Oh, jongens. Lekker pik. Kijk eens naar het geldje. Ja, ik zie het geld. Het gaat weer omhoog. Zoals het hoort. Oh, fuck the duck. Fuck the duck. Maar anders dan maken we er een wat kortere stream van. Dan gaan we eerst eens even kijken of we Jeffrey terug in de lucht kunnen krijgen. Ik vind het ook steu. Nou, is in ieder geval nu de tutorial aan het. Ja, dat heb ik gehoord. Gehoord en begrepen. Kun jij ook een waypoint zetten, weet je dat? Ja. Dat kan. Oh, je wil ook weten hoe zeker. Ja. Als je op de kaart bent. Ja. Dan klik je iets aan. 1 keer. Bijvoorbeeld de winkel. En dan krijg je in beeld een paar opties. Oh, gewoon via Escape. Ja. Hoe dan? Ja. De vraag van vandaag, hè? Oh, je kan niet als jij... door hierheen. Op de balen? Wat? Heb jij balen verkocht, Bas? Nee. Ik ben wat balen kwijt, maar ik weet niet hoe.
jongens. Van een ruige trekker. Oh, er viel gewoon één uit de wagen waarschijnlijk. Oh nee, hier weer verkochte balen. Geld erbij. Ik weet niet hoe. Nou, ik denk dat je het alleen maar daar hoeft af te leveren en dan hun verkopen het. En op het moment dat ze wat verkocht hebben, dat je dan het geld ervoor krijgt. Oh, wacht. Er gebeurt wat. Verdwijnen plotseling balen. Ah, zo. Maar dit is hout verkopen. Dat moet ik niet hebben. Dat daar is hout verkopen. Okay. Ah, oh, dit is waarschijnlijk balen verkopen hier. John Deere. Ja, allemaal weg. Top. Baas, kunt u even een ploeg of iets voor mij kopen? Een ploeg? Kunt u zelf kopen? Nee, dat kan ik niet. Waarom niet? Moeilijk omdat ik geliefd was. Oh, ja, ik zou je het opnieuw toevoegen. Als... niet bewerken. Nee, niet bewerken. Terug. Die. Manager. Ja, je bent nog steeds manager. Of is de winkel dicht? Dat kan natuurlijk ook. Het is wel 5 uur geweest, hè? Ik kan me niet voorstellen bijna, maar... Oh, ding... ik krijg gewoon niet het icoontje aan, toch? Druk op P. Nee, op R. P. Nee, druk op P. Geloof me. Ja. Oh, dan... Is het scherm te zien? Ja, maar als ik hem dichtbij genoeg bij sta waar die ongeveer zou moeten, dan ook wel. Oké. Uitvouwen. Nou. Dan hebben wij een... ploegding nodig. Siep? Ploegen. Siep van de ploeg? Die gaan we kopen, denk ik. Ja hoor, koop de ploeg maar. Die gaan we vaker nodig hebben. En dan gewoon de goedkoopste neem ik aan. Ja hoor. We beginnen met begin, Bas. Meestal X. Ah, ja, die is ook verkocht. Nou, we zijn klaar met balen. Hopsa. En dan een trekkertje erbij, kleintje. Ja hoor. Doet u maar een, ook zo'n Fiat 1300. Fiatje. Met dunne banden graag. Oh, dat dubbele achterwielen. Oh, dubbele achterwielen. Ja, dat kan. Ja, ik kan ook je ontslag indienen, Bas. Ja, kan ook. Eigen farm beginnen. Een rivaal farm. Kopen. Wat een gedoe. Het riet zo lekker met trekken, jawel. Heelk, heerlijk. Oh, lekker man. 73.000 aan nieuwe voertuigen. Je hebt de nieuwste motor erin, hoop ik. Altijd. Je kan kiezen tussen meerdere motoren, hè? Dat weet je. Ja. Oh, nou, gelukkig maar dat jij het weet. Dat kwam niet goed. Nooit. Ah.
zal deze eventjes langs de kant van het veld zetten. Uitvouwen. Oh, de achterkant eigenlijk. Nee, dat is een beetje, dat is een heuvel, dat is een beetje raar. Kun je het allemaal vinden, Jeff? Nee, ik krijg de maaidoos niet uitgeklapt. Maar ik hoop even één drukken en dan zie je alle opties. Ja, ik krijg alle opties in beeld. Ja, maar staat niet het uitklappen. Als ik op start druk, zegt je moet eerst de maaidoos uitvouwen. XVB, dat zijn vaak de toetsen. Waar, hè? Ja, zou je zeggen van wel. Moet ik eerst even... Land 21 ploegen? Ja. Doe het maar. Oh, daar komt Bas met zijn tractor. Ik zal deze weer onthuren. Want ik hoef geen hooibalen meer op te pakken met deze ding. Plop. Garage. Gehuurde artikelen. Nou, deze komen we terug. Hoeven we ook niet meer te huren. Mooi. Deze balengrijper kan ook terug. Hoe zit het met de mais ding? De mais kop? Oh, ja. Die zit er nog op. Die kan ook terug? Die kan ook terug. Top. Dan doen we dat. Dan hebben we geen gehuurde artikelen meer. Dat scheelt. Alles is nu gekocht. Zo is onze maaier. Ons dooie graan. Het is wel sneu, hè? Zonde eigenlijk. Nou, als jij die ploegt en dan die andere, dan haal ik eventjes een zaaier. Oh, dat trekt even met die kleine wieltjes. Geen zorgen, ik ga altijd op de zijkant. Ik ga altijd op de side. Altijd op de side. Bij buiten, spot aan. Take me to Atlanta. Hè? Oké. Ik heb nodig een gereedschap. Een zaaier. Een zaaier. Zaaimachines. Nou, we gaan voor de kleinste zaaimachine. Die koop ik ook, want die gaan we ook voor eeuwig moeten blijven gebruiken. Kopen. Ja. Nou, die kan volgens mij achterop betrekken. Dan moeten we ook wat zaad hebben. Big bags of pallets. Wat moeten we hebben? Kunstmest, onkruidverdelger, zaden. Een pallet met zaden. Ja, een pallet met zaden. Nou, koop maar. Ja. Ophalen bij de winkel. Nou, je raadt het al. Die moet erin. Die is natuurlijk te groot om op te pakken. Dat snap je ook wel. Kun je met een machine naast staan, toch? Wat zegt u? Ik weet niet waar die zaden in moeten. Nou, ja, oké, die moet in de zaaier. Ja, dat kan volgens mij. Als je die zaaier ernaast zet, kun je hem zo erin... Ik stel voor dat we nog een kwartier streamen. Dan sluiten we hem daar eventjes af. En dan gaan we eens even kijken wat er aan de hand is bij Jeffrey. Want dit slaat echt alles natuurlijk. Dit snap je ook. Het kut op Dirk. Wat zegt u? Nee, niks. Kut op Dirk? Oh, ik rijd iedereen van de sok af hier. Oh, dat moet je niet doen. Dat
Daar staat de trailer hoor, met de aanhangwagen. Of de pick-up met de aanhangwagen. Even zien. Zaaimachine bijvullen. Tarwezaad gaan we erin. Kijk, zakken gaan weg. Ja, niet alles. Nee, maar dan is hij vol. Ja, hij is vol. Dat klopt. Wat staat dus bij de winkel als iemand het zoekt? We kunnen met een heftruck meenemen naar... met een heftruck kunnen we het meenemen naar huis, maar... Dan moet je een heftruck huren, dat is ook weer zo wat. En we hebben nog geen huis. Nee, we hebben inderdaad nog geen huis, dat klopt. Hoe lukt het met ploegen, Bas? Ja, goed, goed, goed. Misschien nog wat kunstmest op als we klaar zijn met zaaien. Moest het veld wel geploegd worden? Of, past wel, maar... Ik ben er meestal bij, hè? Hier. Oh ja, moet geploegd worden, heeft landbouwkalk nodig. Lime. Dus we moeten er eerst landbouwkalk op gooien voordat we de... zaaier eroverheen laten. We parkeren deze even hier. Loskoppelen, de zaaier eraf. Zo. Landbouwkalk, hebben we ook een machine voor nodig, hè? Ja. Mestverspreider. Valt het daaronder, zou je zeggen? Nee. Niet. Cultivator. Oh ja, misschien beter een rotorkoppige kunnen kopen. Die zijn aanzienlijk wat breder, zie ik. Van die ploegen. Ja, maar wat zijn ook wat duurder. Zijn ook wat duurder, ja. Kunstmesttechnologie. Mestsproeiers. Dit zijn mestsproeiers, oké. Okay. Niet nodig. Ja. Wat is dit icoon? Is dat kalk? Ik weet niet. Ik weet niet wat dat icoontje is. Dat schiet niet op, hè? Gewasbescherming. Misschien die hierbij hoort. Diep ploegen. Oké. Okay. Ja, de vraag is, wat heb ik nodig? Dolly? Nee, het zal wel niet. Veetransport, denk ik ook niet. Windrowers. Wietmachine, diversen. Niet gewoon een saaier, alleen dan met kalk? Nee, volgens mij niet. Staat het niet als je die kalk koopt? Ja.
Big bags. Bags voor tarwe, big zadenbag, vaste mest, landbouwkalk. Om je landbouwkalkverspreiders bij te vullen. Landbouwkalkverspreiders. Staat het hierbij? Het lijkt me sterk. Ik denk dat het gewoon een tractor voor moet. Ja. Oké, landbouwkalkverspreider. Dit is alleen maar mest. Maaiers. Laadwagens, bosbouwmachines. Egaliseermachines. Jongens. Bandensysteem. Misschien ben ik echt blind hoor. Maai-aanhangers, diversen. Lukt het, Jeffrey? Ik heb de moed opgegeven. Ja? Wat dan? Ik was even aan het googelen nog weer, maar... Ik kan me niet voorstellen dat je eerst een hele ding moet doen voordat je überhaupt in een spel kan joinen, namelijk. Ik ook niet. Dat wil ik gewoon niet geloven. Ik ga deze huren. De hoop dat je er ook kalk mee kan oppakken. Pallet. Hey, doe maar een big bag. Big bag met kalk. Landbouwkalk. Kopen. Yes. Heeft het zin als ik inlog in mijn modem misschien? Weet ik niet. Denk het niet, eigenlijk. Misschien moet ik daar wat veranderen of zo. Die landbouwkalk kan ook in een kunstmesttechnologie. Ja. En dan de duurste. Oké. Okay. De goedkoopste niet, die tweede wel. Het icoontje te zien. Ja. Ja. Ik dacht wel dat het icoontje wat betekende in de vorm van kalk. Maar dat dacht ik dus gelijk aan. Ik ga hem ophalen. Kalkverspreider. Weet je, het trekkertje is niet snel, maar ik ben er wel trots op. Behalve het feit dat ik nu weer om een paal vast kom te zitten. Goed, sorry meneer. Ja, oh, dat was eigenlijk dichtbij. Ja, ik zag het zelf ook. Hou die vinger voor u. Goed. Een kalkverspreider, of een mestverspreider is dit. Ik ga eens even kijken of ik die bende kan inladen vanuit de big bag. Bijvullen. Nou, vul maar bij. Die is vol. Zo goed als. Dat was hem inderdaad, Bas. Maar ben je ook weer een slimme jongen, jij, hè? Even tijd voor het belangrijkste deel van de avond. Bijvullen. Tijd voor de klok. Oké. Mensen, ik wens u een proost en een fijne avond. Ik ga nog niet, hoor. 3 hele minuten. Ja, want dat moet gewoon werken natuurlijk. En Jeffrey moet gewoon mee kunnen doen de volgende keer.
Als we morgen door zouden spelen bijvoorbeeld, dan moeten we niet weer voor paal staan, hè? Precies. Maar je zegt dus van ik heb al wat rondgegoogeld, maar de mensen die hebben wel het probleem, maar geen idee waarom. Ja, ik zie nu... Een hele domme vraag misschien, maar als ik de server start, dan krijg ik de keuze uit DLC's die ik moet toevoegen. Ja. En er zit een gratis DLC bij, die heb ik ook toegevoegd. Heb jij die gratis DLC ook gedownload? Ik heb geen flauw idee, Jan. Wil jij eens even naar Steam gaan? Als dit het zou zijn, dan ben ik zo dom. Ik ga naar Steam, ja. Ja. Dan ga je naar de store pagina van dit spel. Ja, ben ik. Je kunt je DLC hier beheren. Ja. En er zit een gratis DLC bij. Die Holmer Terra variant. Yes. U kent hem. Love changes like a season girl. Poging 300. Heb je hem nu gedownload? Nee, voor mij zat hij erin, maar ik heb even wat geprobeerd. Hij zat er al in, oké. Als jij wat probeert, heb ik altijd hoop, Jeffrey. Nee, ik niet. Nee? Nee. Je bent de hoop verloren. Allang. 30 jaar geleden al, joh. Arme jongen. Nee, helaas. Dat is het niet. Ja, dan gaan we zo eens even kijken wat het dan wel is, Jeff. Want dan moet nog ploegen, Jan. Ja, hier heb je een randje. Ja. Ken je het welbekende randje niet, Bas? Het zit reeds in je Steam-uur. Hoopboom. Hoopboom. Hoe bevalt je Fiat? Ja, wel goed. Ja, mooi. Het is nu alleen de vraag, moet je hem hier opnieuw straks... Ik ben benieuwd. Ik kan nu niet goed zien wat al gedaan is en niet, maar... Jawel. Ja, maar kan ik wel, maar met mijn ploeg niet. Nee, je ploegt de dwars doorheen door de kalk en het is weg. Jan. Ja. Hij is nu aan het downloaden. Hij is aan het downloaden. De DLC mij... waarschijnlijk. Wacht, volgens mij. Blijf nog even bij me in de lucht. We gaan zo even troubleshooten, maar... Bas, mag ik zeggen dat jij een bijzondere manier van kalken hebt? Of van ploegen? Wat dan? Maar gewoon. Ik vind hoe je dat toch doet, zo naakt. Dat vind ik toch knap. Weet je, ik kan het niet, hè? De hele dag op zo'n leren stoel zitten. Zonder broek aan. Dan begint het toch te jeuken, hè? Oh, bij mij niet, hoor. Nee. Als ik op download klik, opent hij automatisch het spel. Dus neem ik aan dat hij er gewoon is. In de bibliotheek, ja. Single player. Wat gaan we doen? Gaan we gerst planten? Gaan we een bierboerderij worden? Nou, je had al touw. Touw hebben we een keer gedaan. Ja, maar dat heb je niet gekocht. Zit in de zaaimachine. Klopt, maar alles van dezelfde categorie kun je planten. Dus ik kan net zo goed gras planten, of tarwe, of gerst, of haver, of koolzaad, of sojabonen, of bladramenas. Dat vindt hij allemaal hetzelfde.
Ik denk dat ik gerst ga planten. Lijkt me wel lekker. Moet even kijken wat... wat het juiste seizoen is. En de bouwtijd en de oogst. Ja. Bas, het is altijd tijd voor gerst. Oh, je gaat ook al zaaien. Ja. Ik ben er toch bezig. Wachten tot een keer tot het hele land gedaan is. Ja, dan kan ook alvast beginnen. Ik had de rijmarkeer eraan gezet en dat is leuk en aardig voor het maken van rechte lijnen. Maar die rijmarkeerder die graaft dus ook een stukje van jouw geploegde aarde weer op. Ik heb zoiets van, nou weet je wat? Ik doe wel rechte lijnen voor mezelf. Gewoon op gevoel. Nou heb ik dat eerder gezegd. Vooral met het plassen in urinoirs. Ik doe dat wel op gevoel. Dat doe ik ook op gevoel, ja. Klopt. Moeten we nog slapen of iets? Of, Nee, slapen is niet nodig. Maar je kan op F drukken voor de koplamp. Dat is misschien wel handiger. En nog een keer op F voor de achterlamp. Oh ja. En nog een keer op F voor alles uit. Jeffrey, ik ben heel erg benieuwd. Poging nummer 500 wel slaagt. Nee, het is mislukt al. Ach god. Het spiet me donders, Jeff. Ik weet het even niet. Ik weet het ook niet. Ik ga stoppen met streamen. En we gaan eventjes op onderzoek uit waarom het niet werkt. En we gaan een andere keer gaan we wel verder dan wel opnieuw beginnen. Met Jeffrey erbij. Want dit kan natuurlijk gewoon niet, hè. Laten we eerlijk zijn. Het kan niet zo zijn dat alle spellen ter wereld werken en deze dan opeens niet. Nee, mijn idee. Ik maak het rijtje even af en dan sla ik hem op. En dan gaan we stoppen. Even over dit lelijke lijntje van Bas hierheen. Zo. Een beetje scheef geploegd, hoor, niet Bas? Wat dan? Dan stond opeens een rare haak stond erin. Haakse bocht van de ploeg. Ja, was een stukje ging mis. Ja. Die moest ik later nog weer doen. Zo, ik ga hem opslaan, Bas. Spel opslaan. Zo, en verlaten. Mensen, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan de volgende keer verder, maar we gaan eerst Jeffrey even in de lucht helpen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer bij Krimi TV.